ook zo zijn dat dat is omdat jij een van die mensen bent die zich verkeerd hebben gedragen. Dat kan niet, want zo ben ik niet. Dat zit niet in me. Oké. Okay. Ik heb gevraagd aan een van de mensen met wie ik nog steeds bevriend ben van Studio Sport: heb jij mij ooit horen schreeuwen? En toen zei zij: had je het maar gedaan. Hmm. Ik zie een beetje bewegen, Jeroen op je stoel. Nou, ja, kijk, ik vind het een beetje lastig. Er heeft één verhaal in de krant gestaan. Uh, ik weet eigenlijk niet meer of dat naar nou de Volkskrant was uh, ja. van een. Presentatrice die ja. uh, een, een periode heeft gewerkt bij, uh, bij Studio Sport. En die noemt ook jou in ja. dat verhaal. Klopt. Uh, en ik denk, ja, als het dan toch zo in de openbaarheid ligt. En, en, en eerlijk gezegd vond ik dat het best een naar stukje wat er over jou werd gezegd. Zij komt aan, zegt zij. Ja. Zij uh, komt op de redactie. Zij is daar nog niet zo lang. Zij geeft jou een hand om zich voor te stellen. Zij zegt, hij pakt die hand op. En hij kijkt rond en zegt: Jongens, wat moeten we hier nou weer mee? Ik vond dat bijzonder onsympathisch. Dat vond ik ook ontzettend vervelend om te lezen. En ik kon me er niets van herinneren. Ik kan me, sterker nog, helemaal niets van haar herinneren. En ik denk dat ik er niet eens geweest ben. Aisha Magadi hebben we het over, even ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Maar Martje, jij zegt eigenlijk, wat mij betreft, is dit, is dit hele voorval... Daar, daar ben ik niet bij geweest. Niet dat ik me kan herinneren. En ik ben oud en der wijze, hè, der jaren zat, dat weet ik wel. En ik vergeet dingen, maar ik doe zulke dingen niet. Nee. Maar nu en ik heel... was ook nooit ochtends op de redactie.